twee teksten voor jullie bij. Mijn langste tekst en mijn kortste tekst. En ze beginnen allebei met mijn lievelingswoord. Als er in het leven één zaak is waarmee je mensen kan doorgronden, dan zijn het wel frieten. Gisteren stond ik oog in oog met de man van mijn leven. Het is ondertussen al 4 jaar dat ik bloos als ik hem tegenkom, maar ik durf hem nooit aan te spreken, want het lijkt nooit het juiste moment om de man van je leven aan te spreken. Maar gisteren stonden we plots allebei in het voetbadje van het zwembad, waar hij uitkwam en ik inging. Dus stelde ik hem de vraag die ik al 4 jaar lang voor hem klaargehad. Welke saus eet jij meestal bij je frieten? Ik had verwacht dat hij zou zeggen, oh, tartaar. En dan zou ik zeggen, ja, ik ook. Of, curry. En dan zou ik zeggen, goeie keuze. Of, Andalus, definitely. En dan zou ik zeggen, oei nee, niks voor mij. Maar hij vroeg, stel je altijd vreemde vragen aan mensen die je niet kent? En dan sta je daar met je mond vol tanden, maar toch glimlach je, want dat heb je geleerd van je moeder, altijd lachen. Want dan denken de mensen, zij daar, zij is gelukkig. Met haar wil ik trouwen, met haar wil ik kinderen krijgen, want een vrouw die altijd lacht, is een eeuwige zon in huis. Je glimlacht en terwijl er een vlatte plakkertje tussen je tenen kruipt, wil je zeggen, ja dat doe ik stel vreemde vragen om je beter te leren kennen. Want door de kleine dingen in het leven ontdek ik veel meer dan wanneer ik je zou vragen, ben je een vriendelijke man? Dan zou je gewoon antwoorden, ja, terwijl je duidelijk niet vriendelijk bent. Of als ik je zou vragen, als we samen zouden zijn, zou je dan voor altijd van mij blijven houden? Zou je gewoon antwoorden? Ja. Ja, terwijl je evengoed na 3 weken denkt, wat een scheidwijf, ik ben naar kotsbeu, ik wil godverdomme die glimlach van haar bakken slaan. Maar dan zou je ja hebben gezegd, dan zou ik veel minder van je weten dan wanneer je gewoon had geantwoord, curry of Andalus, definitely. Maar ik zweeg en ik bleef glimlachen. Zelfs toen hij zich had omgedraaid en met zijn blauwe speedo-broekje in een van de kleedhokjes was verdwenen. Ik bleef glimlachen, hoewel ik wist dat ik nooit meer aan iemand zou kunnen vragen welke saus hij meestal bij zijn frieten had. Wat ik jammer vond, want het was een mooie vraag, toch? Een prachtige vraag. Maar het verlies van de vraag vond ik minder erg dan dat ik nooit aan de man van mijn leven zou kunnen zeggen, ik hou van u. Dat hij ook nooit zou antwoorden, ik hou ook van u. Maar dat is alleen maar een probleem als ik met 1 persoon spreek. Want als ik tegen een volle container zeg, ik hou van u, dan zeggen jullie allemaal terug, ik hou ook van u. Ik ga het nu proberen. Om te oefenen, zeg ik het heel stil en fluisteren jullie het terug. En nu doen we het echt. Tweede tekst. Als 2 druppels water het maar niet eens raken over wie het meest doorzichtig is. Hoe kan ik dan iets zeggen over ons heden dat mij bindt aan het verleden dat jou verbindt?